Dag. Kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we vanochtend om kwart over zes weinig bewolking boven Nederland. Boven het oosten van België zijn er wel wolken, die komen langzaam onze kant op. Dat betekent dat we in een groot deel van het land met flink wat zonneschijn beginnen, maar dat we in de loop van de ochtend langzaam de bewolking zien toenemen. Halverwege de ochtend is het de graad of 7 en vanmiddag wordt het dan zo 11 à 12 graden in het noorden en 13 à 14 in het midden en zuiden. De bewolking neemt verder toe en in Limburg kan vanmiddag misschien al een eerste spatje regen vallen. Vanavond zijn er veel wolkenvelden en kan er op meer plaatsen wat lichte regen vallen. Maar in het algemeen blijft het droog. Neerslag stelt dus weinig voor. Morgen is dat anders. In de ochtend schijnt nog van tijd tot tijd de zon. maar Daarna gaat de bewolking overheersen en in de middag en avond kan er dan af en toe regen of motregen vallen. Het is niet veel, maar het is wel vaker nat dan vandaag. De temperaturen zijn ongeveer hetzelfde. Donderdag en vrijdag blijft het grotendeels droog. Vrijdag later op de dag, misschien een bui. Temperaturen daarbij rond 11 graden. In het weekend neemt de kans op neerslag toe en dan gaat de temperatuur iets naar beneden. Dan is het smiddags een graad of 10. Ik wens u een prettige dag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.